ben Stijn Nering, de woonachtige Ehem. Ik heb een akkerbouwbedrijf, waaronder onze hoofddeel is witloof, aardappelen, uien, bonen, spinazie, koolrabi en mais. Ik ben 14 jaar wielrenner geweest. Dat is een zeer mooie tijd geweest van mijn leven. Maar er was ook een beetje onzekerheid in het wielrennen door de financiële middelen die er een beetje ontbraken in de wielerteams. Daar heb ik voor meer zekerheid gekozen. En er deed zij ook een gelegenheid aan omdat mijn buurman ook een wedloopbedrijf stopte met de wedloopweken. Hebben we dat bedrijf, ik en mijn vrouw, overgenomen. En hebben we daar volledig voor de zekerheid gekozen. En dan enkele jaren later hebben we de twee bedrijven stopgezet. Ja, we hebben ons bedrijf helemaal geautomatiseerd. Al onze bakken worden automatisch gestapeld, worden automatisch gewassen door een robot. Vroeger was het allemaal handmatig, nu hebben we daar veel handarbeid uitgespaard. De worts intafelen en verpakken van het wedloof wordt wel allemaal handmatig gedaan. We vinden het toch wel jammer dat het doet met dat soms wel vergeten wordt door de consument. Daarom nodigen wij regelmatig eens de scholen uit om jonge kinderen te leren wedloof eten of zien hoe dat het wedloof opgroeit. Van 1 tot 7 februari is het de week van het wedloof. Denk dan eens aan onze wedloofkwekers en koop allemaal wedloof. We maken er een smaakvol gerecht van.